Het beeld van ploegende paarden zien we al jaren niet meer. Het paard is op stal gezet en heeft plaatsgemaakt voor high-tech landbouwwerktuigen. De machines van nu vragen om een andere aanpak en bieden geavanceerde mogelijkheden. We zijn bezig met het instellen van de GPS en met het instellen voor de computer, zodat de computer weet van wat de strooier eigenlijk doen moet. Als je hier zo het dakraam los doet, en als je dan zeg maar de uitlaat van de motor hoort, gewoon als je de motor hoort brullen en gewoon de dampen van de motor, dat vind ik gewoon, dat is eigenlijk gewoon wel mijn ding. Nou, dit is een vierschaar Vario ploeg van Puttingen. Die gebruik je om het land om te ploegen. Dit is een, vroeger had je zeg maar een eenschare ploeg en nu hebben we een vierschare ploeg. Het is gewoon het gevoel. Landbouw is gewoon een beroep van je gevoel, denk ik. Ik denk dat je juist ook aan de andere kant moet natuurlijk weer meer weten, want de machine waarmee je werkt wordt natuurlijk ook ingewikkelder. Ja, als je paard ziek is, ga je naar een veearts, maar als je trekker kapot is, dan kan het dan ook een paar dingen liggen natuurlijk. Misschien, ik denk niet individualistischer, want het is natuurlijk, het blijft wel natuurlijk, je bent met één man, maar je doet misschien wat je vroeger met één man deed, het is nu gewoon veel groter, er zijn minder boeren. En dat is het grote verschil. Zo bizar. Kijk jongens, heren, dit is nou eens een ploeg, dit is nou eens een uitvinding. Rond 1910, 1920 schat ik, en twee paards rondgangen noemen ze. En waarom is dit nu een rondganger? Kijk, je kunt maar van de ene kant ploegen. Hier deden ze twee paarden voor. Ja, vroeger ploegen we 1 hectare. Toen deden we 2 dagen, 3 dagen over. En nu tegenwoordig, dat weet je zelf. 1 hectare per uur. Nou, echt kwaliteit, hè? Dit is echt staal. Oké. Hallo jongens, genoeg op het land op. Ja. Oh jongen, wat een luxe, wat een luxe. Daar zat de bion vroeger op Piet Niel. Nee, ik kon hem gewoon naar de stad trekken. Ja. Als ik dit zo zie, dan ben ik te vroeg geboren. Dat denk ik. Nou.